2, 1, top. Hoe weet je eigenlijk of een satelliet klaar is voor het grote avontuur buiten onze dampkring? En hoe bereid je een satelliet voor op de grote reis? Bij ESA hebben ze deze machine, de Large Space Simulator. Met dit gevaarte is het mogelijk om de ruimte na te bootsen. In de serie Achter gesloten deuren krijgt nu.nl een unieke kans om voorbij de deuren van ESA te kijken, die normaal gesproken dicht blijven. We kijken, leggen uit en onthullen de kleine geheimen van de locaties. En zien hoe de ruimtevaartorganisatie de ruimte creëert. We zijn in Noordwijk bij het European Space Research and Technology Center, het technische hart van ESA. We komen terecht achter de gesloten deuren van gesloten deuren, want zelfs medewerkers komen normaal gesproken niet in de ruimte waar wij nu naartoe gaan. We zijn op weg naar de machine die een dusdanig vacuüm kan creëren dat het voor een satelliet voelt alsof die in de ruimte is. Dit is die ruimte. De Large Space Simulator is Europa's grootste vacuümkamer. Aan de binnenkant is ze 12 meter hoog. Groot genoeg om satellieten erin te plaatsen die ook daadwerkelijk de ruimte in zullen gaan. Hier vooraan op deze machine monteren we de satelliet. Die komt eigenlijk daar op die ring te staan. De machine kan de satelliet dan laten bewegen, net zoals dat in de ruimte gebeurt. De kamer zelf is pikdonker, zoals je kan zien, de blackness of space. ESA test op dit moment niet met een satelliet, maar als dat wel gebeurt, dan wordt er gekeken hoe de satelliet reageert onder verschillende omstandigheden. De satelliet wordt blootgesteld aan zonlicht en duisternis. En via de kleine thermometers wordt de temperatuur in de satelliet gemeten. Zo'n test kan wel meer dan een maand duren zonder dat het apparaat wordt uitgeschakeld. Als een satelliet deze test van ESA doorstaat, dan is het zo goed als klaar om de ruimte in te gaan. Bijna alle soorten satellieten zijn al in deze machine getest. De bekendste is misschien wel de Rosetta, die in 2014 een historische landing maakte op een komeet. Maar hoe werkt het creëren van de ruimte nou precies? Daarvoor moeten we naar de kelder van de machine. Dit is de kelder. En op deze grote blauwe structuur staat de satelliet eigenlijk in de kamer. Dus we zitten nu eigenlijk onder de hoofdkamer. En wat we dan hebben in eerste instantie, om de ruimte zelf na te bootsen, gaan we pompen gebruiken om alle lucht uit de kamer te halen. En we gebruiken ook nog een keer pompen om vloeibare stikstof door de wanden van de kamer te pompen om de Deep Space Radiation Temperature na te bootsen. En dan ontbreekt er eigenlijk nog maar één ding, de zon. Ook daar heeft ESA wat op gevonden. De zon wordt nagebootst door heel grote lampen, 25 kilowatt elk. Er zitten er 19 in dit groot zonnekanon, dat noemen wij de SUSHI, of de Solar Simulator. En daarmee kunnen we een 6 meter diameter zon namaken die de satelliet van één kant gaat beschijnen. En zo krijgt ESA dus voor elkaar om de ruimte te creëren in Noordwijk. Als er binnenkort dus weer eens een satelliet naar de ruimte vertrekt, weet dan dat de kans groot is dat de satelliet in deze machine heeft gestaan.